een mobiel hoesje. Nou, ik heb mijn mobiel hier. En je kunt hem maken op maat voor jouw mobiel. Dus het maakt niet uit welke je hebt. Het kan allemaal. Ik heb hier gewoon een Eurobol. En haaknaald 4 mm. En lus je op mijn haaknaald. En ik ga beginnen met een ketting lossen. Die net zo breed is of lang is als mijn mobiel breed. En om ze te tellen. Mwah. Het is 3, 4, 5, 6, 7. Nee. 8, 9, 10. En hou er rekening mee dat hij iets breder wordt dan wat het nu is. En het rekt een beetje. Nou, ik heb er 10. En hij rekt een beetje. Ja, ik vind dit wel goed. Dan gaan we vaste haken. Ik doe 1 losse om de draad omhoog te brengen. En dan in de tweede vaste vanaf de haaknaald. Daarin begin ik, of tweede losse vanaf de haaknaald, daarin begin ik met mijn vaste. Dus gewoon 1, 2, en je hoeft niet in het achterste lusje in te steken, dus dat maakt het ook wel weer veel makkelijker. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 en dan ben ik bij mijn laatste losse en daarin doe ik er 3. 1, nog een keer, 2, en nog een keer voor 3. En dan ga je de bocht om. En dan kom je aan de andere kant van die losse ketting uit. En dan haak je weer vaste tot de laatste. Dus precies tegenover waar de vaste aan de onderkant zit. Daarin steek je in. En ik haak over mijn staartje heen, zodat ik die niet weg hoef te naaien. En nu haak ik mijn vaste tot aan het eind. En in die laatste komen er 2. Want er zit er al 1 in, hè? Zie je, gewoon in iedere steek van de losse ketting. Tegenover de andere vaste haak je een vaste. En je haakt over je staartje heen. Even netjes insteken. Zo. En dan zit hier zit die laatste in. Hè? Je hebt hier die losse die de draad omhoog brengt. En hier zit de laatste in. Dus daarin haak ik nu 2 vaste. 1 en 2. En dan heb je aan deze kant 3 vaste op de hoek. En aan de andere kant 3 vaste op de hoek. Ik laat mijn staartje nu hangen. Die heeft de hele breedte, heeft die mee mogen doen. Knip ik straks af, heb ik er ook geen last meer van. En ik sluit mijn ronde niet, maar ik ga naar die eerste vaste. En ik ga nu rondjes van vaste haken in 1 keer door. Zonder te meerderen. Dus gewoon maar doorhaken. Je hebt je ronde niet gesloten. Er komen geen steken meer bij. Dit is echt super simpel. En Krako heeft het ook weer naar zijn zin, geloof ik. Ja, gezellig hè, Krako. Zie je? Ook hier op het eind, die hoek. Gewoon 1 steek in 1 steek. Netjes onder 2 lussen door, blijf je je rondjes haken. Even wat wol van mijn ballen halen hoor.
En omdat je net de ronde niet gesloten hebt, kun je door blijven haken. Ja? Wel goed opletten dat je maar één steek in één steek doet. En het zakje moet zo om gaan vouwen. En dan komt hij zo om je mobiel. Oh, volgens mij in de weerspiegeling van mijn mobiel, zie je, kun je mijn lamp zien. Wat grappig. Hij is een hele mooie kroonluchter. Maar goed, hij heeft de breedte zo, hè? Hij past erin. Zie je? Zo, hij past erin. En nu ga ik de lengte haken. Gewoon rondes van vaste. Helemaal niks bijzonder. Totdat hij bijna bovenaan is. Net niet helemaal. Ik denk tot hier ongeveer. Zo'n klein stukje. Als ik daar ben, dan kom ik weer terug. Gewoon vaste op vaste. Ronde na ronde. Totdat hij de juiste lengte heeft. Nou, ik heb alvast een nieuw kleurtje hier klaar liggen. Mijn telefoonhoesje is lang genoeg. Kijk, als ik hem erin stop. Het gaat lekker soepel, maar toch stevig. En hij komt bijna tot het eind. Net niet helemaal. Ik ben geëindigd bijna aan de zijkant. Zie je dat? Het is... Dit is de middelste steek eigenlijk hier. Van die drie hier onderin, hè? Dus die. En eentje ervoor ben ik gestopt. Nou, ik dan mijn telefoon even wegleg. Dan knip ik mijn groene draad vast af. Zo. Dan kan die bol weg. Niet meer nodig. Ik maak wel nog het begin van de volgende vaste. Dus ik steek in. En ik haal mijn groene lus nog op. Maar de vaste maak ik af met geel. Ik leg hem over mijn vinger zo. Gewoon zo. En die haal ik door. Daarmee heb ik de steek afgemaakt. En dan leg ik een knoopje in die twee eindjes. Dan laat dat zeker niet meer los. En ik weet, knoopjes hoort eigenlijk niet, hè, maar vooruit. Zo. En dan trek ik mijn lus even een beetje omhoog, dat die niet wegschiet. En dan pak ik mijn gele snaartje en die weef ik aan de achterkant in. Ik neem daarvoor de achterste lus van mijn groene vaste. En daar haal ik mijn draadje door. En dat doe ik een paar keer. Zie je straks echt niks van. Dat staartje zit netjes weggewerkt en door het knoopje kan die gewoon niet losschieten. Nou, als laatste, nu steekt hij naar buiten, hè, dat is niet zo handig. Dus als laatste steek ik wel in die achterste lus, maar ik ga van achter naar voren, trek mijn staartje erdoor. En dan blijft hij zo mooi zitten en dan kan ik hem straks afknippen. Met het groene staartje doe ik precies hetzelfde, alleen dat doe ik vooruit. Dus weer door die achterste lus. En je groene staartje zo doorweven. Zo, en dan als laatste. Niet te ver naar het midden, want we gaan straks een opening laten hier in het midden. Daar wordt niet gehaakt en dan heeft het staartje daar toch geen zin in. Nou, ik stop hem even naar binnen zo. Knip hem straks weg. En ik ga vaste haken. Met mijn gele. Maar ik zoek ongeveer het midden van het hoesje. Als ik dan zo kijk. Dan is dit wel het midden, hè? Die twee. Ongeveer deze. Dit is het midden. De middelste steek. Daar kijk je naar. Ook bij jou. Maakt niet uit hoeveel steken jij hebt. Gewoon de middelste steek. Die zoek je. En dan tel je hoeveel vaste je moet doen. 1, 2, 3. 4. 4 vaste en dan ben je bij de middelste. Dus ik haak 4 vaste.
1. 2. 3. En 4. Dan doe ik 1 losse en ik sla die middelste steek over. En nu haak ik gewoon weer vaste rondom. Dit is een knoopsgaatje. Maar we gaan geen knoop gebruiken. Krako zegt woehoe toen ik zei dit is een knoopsgaatje. Gekke vent. Zie, ik haak gewoon verder rondom. En in principe kun je hier best wel heel veel soorten garen voor gebruiken. Hè. Ik zou het niet te dik doen. Dat lijkt me dan weer niet mooi en niet handig en zo. Maar of je nou katoen gebruikt of acryl, wat dikker, wat dunner, dat maakt volgens mij niet zo heel veel uit. Maar restjes, eurobollen hebben we denk ik allemaal wel liggen dat je zoiets kunt maken. Hè. Ik haak gewoon door. Dan kom ik weer bij mijn geel uit. En ook daar haak ik overheen. Gewoon 1 vaste in, 1 vaste. Totdat ik bij dat knoopsgaatje ben. Die ene losse ruimte. Zo. Ja, en dan in die ene losse ruimte, daar doe ik nu 1 vaste. Dan heb ik weer hetzelfde aantal vaste als hier bij het groen. En dan haak ik weer door. Totdat ik aan het begin van mijn ronde ben, waar ik met geel begonnen ben. Hier heb je een klein openingetje. Nou, ik haak door tot waar ik begonnen ben en dan zie ik je daar weer terug. Ik ben weer aan de zijkant waar ik begonnen ben. Ik heb mijn mobiel er even ingestopt en je ziet dat dat nog niet hoog genoeg is. Hij moet echt tot de bovenrand komen. Dus waar jij ook begonnen bent met je nieuwe vaste, met je nieuwe kleur, haak gewoon door totdat je hier bovenaan bent. En ook weer aan je beginzijkant, hè? Zie ik je daar weer terug. En weg is mijn mobiel. Hij zit erin, zie je het? Hier. Het knoopsgaatje zit hier in het midden. En ik ben hier weer aan het binden van de zijkant. Zo. En nou wil ik dus stoppen met dit hoesje haken. Ik heb die zijsteek al gedaan, maar die haal ik even uit. Hier zo. Gewoon uithalen. Steek mijn lus weer in mijn haaknaald. Mijn haaknaald in mijn lus. En ik sluit af met een halve vaste. Zo. Draad afknippen. En deze moet je dan wel netjes wegnaaien. Die kun je niet gewoon maar inweven. Die naai je netjes weg. En dan moet er een soort van sluiting op komen. Ik ga dat staartje wegnaaien. En dan de sluiting maken. Nou, staartjes zijn weg. Ik heb ook die hier aan de binnenkant netjes weggeknipt en zo. En je ziet gewoon echt helemaal niks ervan. Als je nou je haakwerk weer plat legt. En weer je geel op je haaknaald neemt. Ga je naar de achterkant. Zie, aan de voorkant zit het knoopsgaatje. Netjes platleggen dat het knoopsgaatje in het midden zit. En dan kies je hier de middelste steek weer. Daar maak je je draad vast. En ook dit staartje moet je straks wegnemen. Zo, draad zit vast. Dan doe ik een losse. En in de volgende steek maak ik een lus ophalen. Ik maak een gekke vaste. Ik haal een lus op. Ik sla om, ga door het eerste lusje. Ik sla om en ik ga door alle twee. Dan dat eerste lusje, daar steek ik weer in. Dit is die basisrij vaste. Ik heb daar een tutorial apart voor. Onder twee lusjes door, je lus ophalen. Omslaan. Door de eerste lus. Omslaan en door alle tweede lussen. Dan steek je weer in die eerste lus in.
onder twee lussen door. Lus ophalen. Omslaan. Onder één lus door. Omslaan. Onder twee lussen door. Dan krijg je dit. Nou, nog een keer. Onder twee lusjes door. Lus ophalen. Omslaan. Onder één lus door. Omslaan. Onder twee lussen door. Insteken onder twee lussen door. Dat je echt zo een netjes V'tje krijgt. Zie je? Lus ophalen. En ook aan deze kant heb je die V'tjesrij. Net als aan deze kant. Omslaan onder één lus door. Omslaan onder twee lussen door. Nou, dit blijf je doen. Totdat hij hier doorheen gaat. Zo. Kan zo meteen hier door het knoopsgaatje. Ik trek even mijn lus op. Zo. Dan kan die hier door het knoopsgaatje zo naar buiten komen. Maar als je dan het eindje van dit reepje hier houdt, moet die zo scheef tot aan de zijkant komen. Ik zal het wel laten zien als hij zo lang is. Dan moet je gewoon even wachten met haken en dan kan ik laten zien precies wat ik bedoel. Dus ik ga dit rijtje zo haken. En dan kom ik bij je terug. Hij is bij mij lang genoeg. Ik heb even mijn haaknaald eruit getrokken. Als ik hem dan naar de voorkant doe, dan gaat hij zo meteen hier door het knoopsgaatje. Zo. En als ik hem dan opzij schuif, komt hij tot aan de breedte dat je je mobiel eruit kunt halen. Zonder dat dit ding eruit hoeft. Die laat je er gewoon in zitten als je je mobiel eruit haalt. Zo. En dan moet er nu nog iets van een stoppertje aankomen, zodat dit koordje niet uit dit knoopsgaatje gaat. Nou, hoe wil ik dat gaan doen? Ik wil een soort bloempje maken. Ik sla om en in die losse waar je de net de hele tijd instak, of die steek eigenlijk, ja, het is een losse, waar je net de hele tijd instak om je vaste koordje te haken, daar maak ik nu een stokje. Eén. In dezelfde steek het tweede stokje. In dezelfde steek. Een derde stokje. Een vierde stokje. Een vijfde stokje. Is die al mooi? Nee, ik doe er nog twee bij. Zeven. Een zesde. En een zevende. Ja, die vind ik mooi. Nou, dan is de kwestie van draad afknippen. Nog één keer doorhalen. Staartjes wegnaaien. Kijk, dit kun je nu hier zo doorheen frommelen. Pak ik mijn mobiel er weer bij. En moet je even die staartjes, dan moet je even niet naar kijken. Hè? Zo. Trek hem aan en dan hangt dit hier. En als mijn mobiel, als ik hem nodig heb, trek ik dit zo naar boven. Opzij schuiven. En je mobiel kan eruit. Mobiel er weer in. Aantrekken en klaar. En je kunt zelfs dit doen. Zie je, hij blijft gewoon hangen. Niks aan de hand. Ik neem mijn staartjes weg. En dan is hij klaar. Je kunt er nog veel meer versiering op doen. Je kunt er een bloemetje op maken. En, nou ja, noem maar op. Je kunt hier nog een paar kraaltjes aanhaken. Je kunt picootjes hier aanmaken. Leef je uit. Het is eigenlijk het systeem wat ik wil laten zien. Dat je met vaste zo rondhaakt. En een zakje krijgt.
En deze sluiting vind ik heel handig voor mijn mobiel. Je schuift hem opzij en hij kan heel snel eruit. Hij kan er makkelijk in, je trekt hem aan en hij valt er zomaar niet uit. Ik naai mijn staartjes weg en ik wens jullie heel veel haakplezier hiermee. En ik ben benieuwd wat je ervan gaat maken. Graag tot de volgende tutorial.